Hoi, ik ben Mike. Ik laat jullie vandaag zien hoe je een magnetron van Etna inbouwt. Wat heb je daarvoor nodig? Een rolmaat, een Stanley mes en een schroevendraaier. Dan gaan we eerst de nismaat opmeten. Nismaat is juist, dan gaan we hem uitpakken. De installatieinstructie en de meegeleverde installatieschroeven uit de magnetron gehaald, kunnen we maar gaan sluiten. Er is nu gebruik gemaakt van een verlengkabel. Het wandcontactdoos zit in de kast hierboven. Het is aan te bevelen om de magnetron aan te gaan sluiten aan een eigen groef. Gaan we in de nis plaatsen. De magnetron kan helemaal aangeschoven worden in de kast. Voordat we de magnetron gaan vastzetten, gaan we eerst zorgen dragen dat de magnetron uitgelijnd is met het deurpaneel erboven. Gebruik de meegeleverde schroeven om de magnetron vast te zetten in de nis. We gaan alle accessoires plaatsen, maar daarvoor moeten we eerst de verpakkingsmaterialen uit de magnetron halen. De laatste accessoire is geplaatst, de magnetron staat. Wil je nog meer instructiefilmpjes zien van Etna? Kijk op etna.nl/montagefilms. Heb je nog andere vragen? Stel ze op Twitter of kijk op onze Facebookpagina.